Hoi allemaal, welkom bij de presentatie over de richting Beta en Big Data. Ik ben Gitte en ik studeer econometrie en operationele research. Vandaag neem ik jullie mee over de campus van Tilburg University, terwijl ik jullie alles over deze richting vertel. Maar om te beginnen vragen jullie misschien af, hoe maak ik nou ooit zo'n studiekeuze? Dus daar eerst wat meer info over. In deze presentatie ga ik jullie meer vertellen over deze drie opleidingen. Zoals je ziet zijn het Engelstalige en Nederlandstalige opleidingen. Bij de Engelstalige opleiding is natuurlijk de voertaal Engels, maar dat is niet het enige verschil. Ook zul je vooral internationale vraagstukken behandelen en zul je studeren in een international classroom. Want een leuk feitje, op Tilburg University studeren meer dan 100 verschillende nationaliteiten. En bij econometrie zie je een Nederlands en een Engels vlaggetje. En dat is omdat je daar in je eerste jaar kan kiezen of je de hoorcollege in het Engels of in het Nederlands wil volgen. Maar later meer over deze opleidingen. Nu eerst wat Tilburg nou zo'n leuke stad maakt en waarom je hier echt moet komen studeren. Leuke universiteit en stad, hè? Nu even terug naar de opleidingen. Aan de hand van een voorbeeld wil ik jullie uitleggen wat ze nou inhouden. En dat voorbeeld heeft te maken met big data. En big data zijn eigenlijk gewoon hele grote hoeveelheden gegevens bij elkaar. Want veel van ons dagelijkse leven wordt eigenlijk vastgelegd in data. En die hoeveelheid neemt ook sterk toe. En wat we ermee kunnen neemt sterk toe. En we kunnen er steeds meer mee door hele efficiënte algoritmes. En een algoritme is een reeks instructies die je aan de computer geeft. Maar niet alleen produceren wij veel meer data, ook de bedrijven maken er steeds meer gebruik van. Want als bedrijf zijn zou het zonde zijn als je zoveel waardevolle informatie ter beschikking hebt en je er voordeel niet uit zou halen. Dus bedrijven werken dus veel met van die intelligente systemen die algoritmes kunnen produceren of kunnen maken of kunnen lezen. En dat is dan dus ook vooral de technologische kant van data. Maar er zijn ook veel meer kanten aan de data. Zo heb je een ethische kant, een juridische kant, een zakelijke kant, noem maar op. Dus je kan uit heel veel verschillende kanten kan je dus naar data kijken. Dus dat vind ik persoonlijk heel erg interessant, want dan hou je je niet bezig met maar één aspect. En deze drie opleidingen hebben eigenlijk als overeenkomst dat ze alle drie big data gebruiken voor het oplossen van belangrijke vraagstukken.
En zo'n vraagstuk is bijvoorbeeld het efficiënter maken van het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties. Dan denk je misschien, hoe kan data daarbij helpen? Nou, je hebt dus bijvoorbeeld gegevens van je hebt x aantal boten, je hebt x aantal distributiecentra en je hebt eten. En hoe je dat op de meest optimale manier in kan zetten, zodat iedereen het meest mogelijke eten zou krijgen. Maar je hebt ook hele andere kanten. Je kan bijvoorbeeld het voorkomen van jeugdcriminaliteit, of het beschermen van Nederland tegen overstromingen, of topsport. Hoe kan ik iemand optimaal laten presteren? Zoals je ziet zijn er heel veel verschillende vraagstukken. En deze drie opleidingen lijken dus wel op elkaar, maar ze hebben verschillende toepassingen van de technologie. Dus nu meer over de drie opleidingen. Binnen Cognitive Science and Artificial Intelligence, ook wel CSAI genoemd, bestudeer je de werking van intelligente systemen, zoals een zelflerende robot, en kijk hoe die werkt en koppel je dit aan de kennis over het menselijk brein. Hiermee combineer je dus inzichten uit de techniek met de psychologie. Je kijkt als het ware naar de interactie tussen mens en techniek en probeert deze beter te begrijpen. Met als doel niet alleen de applicaties en systeem als het ware slimmer te maken, maar ook om de mens er slimmer door te laten ondersteunen. En je kan ook vragen tegenkomen zoals kan de computer echt menselijke taal begrijpen? En hoe reageert ons brein nou echt op virtual en augmented reality? Deze vraagstukken kan je oplossen met bijvoorbeeld programmeren en rekenkundig modelleren. Dus het is erg belangrijk dat je het leuk vindt om veel met de computer bezig te zijn en bijvoorbeeld te programmeren. En dan hebben we data science. Met deze studie ontwikkel je eigenlijk methodes en technieken om grote hoeveelheden data te verzamelen en deze dan om te zetten in waardevolle informatie, zodat je echt iets met die data kan. En deze studie is een samenwerking met TU Eindhoven. En in Eindhoven zul je vooral de technische vakken hebben, dus de technische kant van de data. En in Tilburg zul je die andere kant meer belichten, zoals de zakelijke, de ethische en de juridische kant. Dan hebben we nog econometrie en operationele research. Binnen deze studie gebruik je eigenlijk wiskunde en statistiek om analyses en voorspellingen te doen. Je krijgt bijvoorbeeld een vraagstuk, dan ga je daar een model van maken. En een model is eigenlijk een hele vereenvoudigde weergave van de realiteit. En met behulp van dat model kan je dus voorspellingen doen, je kan analyses uitvoeren of bijvoorbeeld zaken optimaliseren. En met deze studie is dan ook erg belangrijk dat je veel met wiskunde en statistiek wil doen. Want het focust zich niet alleen op de data. Je gebruikt eigenlijk de data in je model en gaat daar mee rekenen. Maar het is niet dat je echt focust op bijvoorbeeld het verzamelen van data. En ook, ik doe de studie zelf, dus zelf vind ik het ook erg veelzijdig. Zo ben je de ene dag bezig met aandelen en hypotheken. En de volgende dag kijk je bijvoorbeeld naar speltheorie, van hoe kan ik het beste pokeren. Of kijk je naar logistiek, van hoe kan ik het efficiëntst mogelijk mijn vrachtwagens inzetten. Deze drie studies verschillen natuurlijk ook van elkaar. Zo kijk je bij CSAI echt naar de mens en de techniek. Terwijl bij econometrie en data science je echt meer focust op data en wiskunde en statistiek. En ook qua toelating is er één groot verschil. Zo heb je voor econometrie en data science echt wiskunde B nodig. Terwijl bij CSAI kan je wiskunde A of B gedaan hebben. Nou, en ik studeer econometrie en operationele research op Tilburg University. En waarom ik hiernaar voor heb gekozen is omdat ik op de middelbare school wiskunde altijd al erg leuk vond. Maar ik het niet zo interessant vond om wekenlang alleen maar sommetjes te maken. En met econometrie maak je wel sommetjes, maar pas je het toe op een vraagstuk. Waardoor je echt ziet van, nou, waarom maak ik dit sommetje nou? En waarom doe ik deze berekening? Dus dat vond ik erg interessant. En ook vind ik de veelzijdigheid heel leuk. Zo heb je economische vakken en wiskundige vakken. Ik hoop dat ik antwoord heb kunnen geven op al jullie vragen. En zijn jullie nou nieuwsgierig geworden naar de richting beta en big data? Dan zie ik jullie graag terug op onze open dag. Dus hopelijk tot snel!